إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد <coughs> best brothers and sisters voordat wij gaan beginnen met het onderwerp van vandaag wil ik prijzen en bedanken dat hij het ons Om vandaag hier aanwezig te zijn. En ook gaat mijn dank uit naar de organisatoren achter deze conferentie. Mogen Allah wa Zoujel u rijkelijk belonen. Amen. Beste broeders en zusters, een van de zaken die iedere moslim zal bekrachtigen en erkennen. Is het feit dat dit werelds leven een leven is met beproevingen. Een leven is met testen en toetsen. En Allahu 'azza wa heeft de jeans en de mens geschapen om hen te beproeven. Om daarmee aan te tonen wie van hen de beste daden الله عز وجل زخت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خزيخنت is degene in الذي خلق السماوات وال... الذي خلق الموت والحياة إن دخينة دي دوت ليفن هيفت ليبلوكم أيكم أحسن عملا يولي, ان فيفا يولي. وهو العزيز الغفور En hij is de Almachtige, de meest vergevingsgezinde. En het wereldsleven, beste mensen, is een tijdelijke verblijfplaats. Die gevuld is met talloze, uiteenlopende en verschillende beproevingen. Deze beproevingen. Kunnen zijn in de vorm van ziektes, fatale ziektes, ongelukken in de familiesfeer, in de familiesfeer of op het werk, rampen, oorlogen, beproevingen in je levensonderhoud, etc. Hoeveel mensen vandaag de dag die huilen en zijn vol verdriet? Vanwege ziekten of ziektes die hun lichamen hebben getroffen. Hoeveel van de mensen die kampen met ongelukken? In hun tijara, op hun werk, in hun familie. Hoeveel mensen heeft Allah az-Zawajal beproefd met het arm zijn? Hoeveel van deze mensen die vragen zich af hoe zij... De dag kunnen volbrengen. Hoeveel mensen worden vandaag de dag beproefd met oorlogen die alles wat zij hebben opgebouwd hebben vernietigd? Hoeveel en hoeveel? En de mensheid en de gene. En ieder van ons, die wordt beproefd. En die zal worden beproefd. Omdat onze Schepper degene. Die weet wat het beste is voor ons dit eenmaal veel. Hij is tenslotte de meest barmhartige en de meest genadevolle. Alaiyyallahu min kalaq wa huwa allatiyul Zou degene die geschapen heeft niet weten wat zijn schepselen doen en laten? En hij is de meest zacht de alwetende. En het is een misvatting dat jij denkt dat beproevingen alleen met het slechte zijn. Nee, beste mensen. Allah subhanahu wa ta'ala kan jou beproeven met het goede en kan jou beproeven met het slechte. Zoals hij heeft gezegd: "Wa nabluukum bi sharri" En wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede als een beproeving. En het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala de ene persoon meer geluk en meer gunsten geeft en schenkt in dit wereldse leven... In de vorm van rijkdommen. of gezondheid. of handel. is geen bewijs, beste mensen. dat Allah subhanahu wa ta'ala. tevreden is met die persoon. En het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala. een andere persoon arm heeft gemaakt. of heeft beproefd. met beperkingen. in zijn rijkdommen. in zijn gezondheid of in zijn handel. is geen bewijs.

Dan zegt hij, hé de mens, mijn heer heeft mij geëerd. Hij is tevreden met mij. Dat is de reactie van de mens. Maar wanneer hij hem beproeft en zijn levensonderhoud voor hem beperkt, dan zegt hij, mijn heer. Heeft mij vernederd. Hij heeft mij onrecht aangedaan. Waarom hij wel en ik niet? Waarom heeft hij hem wel geëerd en mij niet? Dus de natuurlijke reactie van de mens op het moment dat hij wordt beproefd met het goede. raakt de mens ingenomen met zichzelf, verwaand. En op het moment dat hij wordt be be beproefd. Met het slechte, dan heeft hij geen geduld en protesteert hij tegen de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is de natuurlijke reactie van de mens, dat ligt in zijn geaardheid. De veronderstelling en deze veronderstelling is jammer genoeg ook verspreid onder sommige moslims wanneer zij zien dat iemand. Wordt beproefd met het goede. Dan denken zij dat Allah subhanahu wa ta'ala het goede met hen voor heeft. En op het moment dat zij iemand zien die wordt beproefd met het slechte. Dan denken zij dat Allah subhanahu wa ta'ala het niet goed heeft met deze persoon. En Allah subhanahu wa ta'ala die maakt korte metten met deze veronderstelling. Hij zegt kella in dezelfde. Sora, kalla, nee. En Ibn Kathir, een van de grote geleerden op het gebied van het tefsir, zegt hierover. al amr kama za'am. Het is niet zo. Uh, hoe de mens heeft gereageerd. Hoe, wat hij beweert. La fi hada, la fi hada. In beide gevallen niet. Hey, op het moment dat hij wordt beproefd. met het goede, dat Allah Azza wa het goede voor hem voor heeft. En op het moment dat hij wordt beproefd met het slechte dat Allah Azzawajal niet het goede voor hem voor heeft. Deze veronderstelling die klopt niet. فَإِنَّ اللَّهَ Azzawajal يعطي المال من يحب ومن لا يحب. Want Allah Subhanahu wa Ta'ala geeft de rijkdommen aan degene van wie hij houdt en van wie hij niet houdt. وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ man ومن لا يحب أنا بيركت ديز الراك دوم عند خينة فبيها هاوت أن فور ذا خينة فبيها هاوت وإنما المدار شيخ ابن كثير رحمه الله عز وجل مبارد أم درايت في ذلك على طاعة الله الدرايت هير أم دخور زام هايت عن الله سبحانه وتعالى في كل من الحالين In beide gevallen. Op het moment dat jij wordt beproefd met het goede. Maar ook in de situatie waarin jij wordt beproefd met het slechte. kana bi an Op het moment dat hij iemand beproeft. Allahu subhanahu wa ta'ala iemand beproeft. Met het goede dat hij dankbaar is richting zijn schepper. Wa ida kana faqiran. En op het moment dat hij iemand beproeft. In zijn levensonderhoud. Bi en Yasbir. Dat hij geduld heeft. En zich overgeeft aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus beste mensen. Wanneer een moslim wordt beproefd. in het goede. dient hij dankbaarheid te tonen. aan zijn schepper. En hij dient zich te realiseren. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala hem heeft begunstigd. En niet dat hij dit heeft verdiend. En deze dankbaarheid, dat is niet alleen met het hart of met de tong, maar ook met daden. En wanneer jij wordt beproefd met het slechte, dan dien jij geduld te hebben. En, en dien jij. Te hopen op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. En jij dient je te realiseren dat Hij jou niet heeft vernederd of geen onrecht heeft aangedaan. En dit onderwerp, beste mensen, heeft een directe link met het geloven in een qadr. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Iman wil qadr, het wa sharrihi. Het goede van deze voorbeschikking en het slechte. En wanneer wij spreken over het slechte van de voorbeschikking, dan dien jij te weten, beste broeder en beste zuster, dat dit geen betrekking heeft. Op de daden van Allah subhanahu wa ta'ala. Het slechte heeft betrekking op de schepping. En niet op de daad van Allah subhanahu wa ta'ala. Want alle daden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn perfect. En het geloven in het kader, zowel het goede als het slechte... Het slechte daarvan heeft geen betrekking. En kun jij niet toeschrijven aan de daden van Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah Azza wa jale, wanneer Hij iets schept, dan doet Hij dat met grote en enorme wijsheden. Een simpele voorbeeld hiervan. Is het scheppen van een kameel. Een kameel heeft enorme profijten voor de mens. Zoveel dat sommige geleerden zeggen: er is geen dier die zoveel profijten heeft voor de mens. Je kunt melk opdrinken, je kunt hem gebruiken als rijdier, je kunt erop zitten, je kunt zijn vlees eten en ga zo maar door. Aan de andere kant heeft Allah subhanahu wa ta'ala ook een wolf geschapen. En als wij aan een wolf denken, dan denken wij aan het kwaad, aan iets slechts, want de wolf, hij kan je opeten. Maar die shar in de qadr van Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft niet betrekking op de daad van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar op de schepping zelf. Want Allah wa heeft deze wolf niet zomaar geschapen. Maar hij heeft deze wolf geschapen op basis van grote wijsheden. En een van die wijsheden is dat de mens zijn plek kent. En niet denkt dat hij iedereen aan kan. Een andere wijsheid is dat hij de al-adkar al en, de smeekbedes, gebruikt. Om zichzelf te beschermen voor deze wolf. De conclusie, beste mensen, is dat de shar, wanneer wij spreken over al-iman, bil qadar khairihi wa het slechte, dat dit geen betrekking heeft en niet mag worden toegeschreven aan de daden van Allah subhanahu wa ta'ala, maar aan de schepping zelf. Beste mensen, de beproevingen in dit werelds leven, en met name de beproevingen met het slechte, die kennen vele wijsheden, vele profijten en voordelen. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu azzawajal, heeft deze wijsheden Geteld, gecontroleerd, onderzocht. En hij is tot de conclusie gekomen dat er meer dan 100 wijsheden zijn achter deze beproevingen. En dit is wat bij de mens of bij hem bekend is. En laat staan datgene wat de mens niet weet. Wij zullen stilstaan bij een aantal van deze profijten. Het eerste is dat deze beproevingen de harten van de mensen zuivert. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا sudurikum, صُدُورِكُمْ ma En hiermee beproeft Allah subhanahu wa ta'ala wat zich in jullie zelf Bevind. En hij zuivert wat in jullie harten is. Met deze beproevingen, beste mensen, komen de ware harten naar boven. De werkelijkheid die komt op dat moment naar boven. En daarom zegt een van de zelf... De mensen, op het moment dat het goed met hun gaat, zijn zij bedekt. En op het moment dat zij worden getroffen door een ramp... Er komen de werkelijke harten en gezichten naar boven. al-mu'min... Ila Imani. De mu'min, de echte mu'min, die grijpt naar zijn iman. Die laat zijn iman zien. En de huichelaar die laat en grijpt naar zijn huichelarij. Een tweede belangrijke profijt. Achter ...deze beproevingen... ...dat is... ...dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...middels... ...deze beproevingen... ...twee... ...belangrijke aanbiedingen... ...uit jou... ...wil trekken. De eerste aanbieding... ...dat is shukr, dankbaarheid. En de tweede... ...dat is sabr.

Dat hij het goede zal krijgen. En op het moment dat hij wordt getroffen door tegenspoed, door slechte tijden, sabber. Dan brengt hij geduld op. Dan heeft hij sabr, Dan is hij geduldig. En dit heeft als gevolg dat hij het goede zal gaan vinden. Dus op het moment dat jij wordt getroffen door een beproeving, dan dien jij jezelf de vraag te stellen, wat vraagt Allah subhanahu wa ta'ala van mij op dit moment? Word jij beproefd met het slechte, dan dien jij geduldig te zijn. Word jij beproefd met het goede, dan dien jij dankbaar te zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Een ander belangrijk profijt achter de wereldse beproevingen is dat deze een oorzaak zijn, een aanleiding dat jij terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala. Je wordt middels deze beproevingen wakker geschud. Je gaat stilstaan bij jouw zonden. En hoeveel broeders en zusters zijn pas gaan praktiseren op het moment dat zij werden beproefd met het slechte. Of een verlies van een familielid, of een beproeving in hun lichaam, of dat zij een ongeluk hebben gehad. Maar hoeveel en hoeveel zij gaan praktiseren op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft beproefd met het slechte. Hoeveel broeders en zusters die baden niet en waren afgedwaald. Maar op het moment dat zij werden beproefd met bijvoorbeeld een ziekte was dit voor hun de aanleiding ...om terug te keren naar hun schepper. Want op dat moment realiseert de moslim zich... ...dat hij een hele grote behoefte heeft aan Allah subhanahu ta wa ta'ala. En Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ...zegt hierover... ...mosiebetun tuqbilu biha alallah... ن ramp دي الله سبحانه وتعالى خير لك من نعماتين تنسيك ذكر الله سبحان الله عز يختر ن ramp die een aanleiding الله سبحانه وتعالى is better الله سبحانه وتعالى ...die een aanleiding is dat jij het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala vergeet. Een andere belangrijke profijt en wijsheid achter deze beproevingen... ...is dat hiermee de deuren van een hele grote aanbidding opengaan...

en keren zij berouwvol terug naar hem. En Allah subhanahu wa ta'ala die wil dat wij altijd terugkeren naar hem, zowel in goede tijden als in slechte tijden. En daarom zegt een van de zelf. سنة الله أي خفوت الله سبحانه وتعالى استدعاء عباده لعبادته أم بسعة الأرزاق ودوام المعافاة ميدوس مير ليفس فوردورende bescherming tegen rampen ليرجعوا إليه سبحانه وتعالى بنعمة. Zodat jij terugkeert naar الله سبحانه وتعالى middels deze gunst. فإذا لم يفعلوا, وإذا wanneer de mensen niet terugkeren إبتلاهم بالبأساء والضراء.

is aan hem gelijk en hij is de alhoorende, de alziende. Een ander belangrijk profijt en wijsheid achter deze beproevingen is dat deze beproevingen de harten van de mensen zuivert. Van arrogantie, van eigenwaan, van verwaandheid. Want wanneer wij niet zouden worden beproefd in dit werelds leven met het slechte, dan zouden wij arrogant. En verwaand worden. Deze ziektes zouden onze harten treffen. En dit zou leiden tot onze vernietiging in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Het is dus de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala wanneer Hij ons beproeft met het slechte. Dit doet Hij. Om ons te beschermen voor deze gevaarlijke ziektes. Hij beschermt, middels deze beproevingen, onze harten voor deze grote ziektes. Maar wie van ons staat hierbij stil? Hij beproeft jou niet, beste broeder en beste zuster. Om jou pijn te doen of om jou te vernietigen? Nee, hij beproeft jou om jou te reinigen en om jou dichter bij Hem te laten komen. En dit geeft aan hoe groot de barmhartigheid van Allah Subhanahu Wa Taala is. En ieder van ons kent het verhaal. De overlevering waarin een vrouw die gevangen was genomen en zij was haar kind kwijtgeraakt onder de gevangenen. En zij zocht naar hem. En elk kind die zij tegenkwam, die pakte zij op en drukte. Dit kind sterk tegen haar borst. Met alle liefde. En alle genegenheid. En alle barmhartigheid die zij bezit. En de profeet sallallahu alayhi wasallam. Die keek naar haar. In het bijzijn van de metgezellen. En toen zei hij. Vroeg hij aan de metgezellen: Het tarone. هذه المرأة طارحة ولدها في النار. هل يولي. أن هذه المرأة أُوَيْت هاركينت في النصف ساعة، سأرمي. ثم سأذهب إلى المدرسة. لا والله، بالله الله، أنني لن أفعل ذلك. ثم سأقول الله سبحانه وتعالى الله أرحم بعباده من هذه بولدها الله سبحانه وتعالى زين برمّارته فور زين دينار is groter en groter dan deze vrouw voor haar kind en jullie weten ook allemaal Dat Allah Subhanahu wa Taala honderd rachmes heeft of heeft 99 heeft hij bij hem gehouden en één heeft hij laten neerdalen. Eén rachme heeft hij laten neerdalen op aarde en alle schepselen de mensen, de jeans. En de dieren, die gebruiken één Rahme. En deze Rahme heeft ervoor gezorgd dat deze vrouw dit heeft gedaan met haar kind. Hoe zal het dan zijn, beste mensen, wanneer wij dit zouden gaan omzetten naar 99 van deze Rahmet? van Allah subhanahu wa ta'ala die hij voor zijn dinar heeft bewaard op de dag des oordeels. Een ander belangrijk profijt is dat deze beproevingen ervoor zorgen dat onze zonden worden uitgewist. zelfs de bezorgdheid die wij kennen zelfs de zorgen aan ons hoofd de profeet sallallahu alayhi wa sallam. die heeft hierover gezegd mayusibul muslim min nasab. datgene wat een moslim treft van vermoeidheid. Wele wasab En van ziekte. Wele hem. Bezorgdheid. Over de toekomst. Wele huzen. Verdriet. Over het verleden. Wele ewe. Pijn. Leed. Kwaad. Wele rem. Somberheid. Het te Zelfs een doorn. Yeshay die hem treft, Illa Biha Al deze zaken zullen een aanleiding zijn dat jouw zonden hiermee worden vergeven. En de Profeet Sallallahu alayhi Wasallam zegt in een andere overlevering, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، اي الرمبن، بخان، امفرمindرت، دور، بعد غلوفهم، في نفسه، in زلف، وولده، in zijn وماله، in zijn راكدوم، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ...totdat Hij, Allah Subhanahu Wa Taala, op de dag des oordeels terecht zonder één zonde. Al deze rampen, al deze beproevingen, wanneer Hij hiermee op de juiste manier omgaat, zullen deze allemaal aanleidingen zijn en oorzaken zijn dat zijn zonden zijn uitgewist. En daarom zegt Ibn Qayyim rahimahullah al iets heel moois hij zegt de zondenaren degene die een zonde pleegt Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor hem drie grote rivieren geschapen figuurlijk bedoeld, drie grote rivieren. Deze rivieren, die reinigen hen. En wanneer wij in dit werelds leven niet worden gereinigd, of niet helemaal worden gereinigd, door deze grote rivieren, dan zullen wij worden gereinigd in het half uur. De eerste rivier is het tobe. Is dat jij oprecht berouw toont. Hiermee wist jij je zonden weg. De tweede rivier, dat zijn de goede daden. Want de goede daden die wissen de kleine zonden weg. En de derde, dat zijn de beproevingen met het slecht. Dus wanneer Allah, subhanahu wa taala, het goede voor jou voor heeft, dan zul jij worden gereinigd door deze drie grote rivieren. Zodat jij op de dag des oordeels komt en je bent helemaal gereinigd. Op het moment dat dit niet voldoende is, dan zul jij worden gereinigd in het helluur totdat jij helemaal bent gereinigd en dan pas zul jij het paradijs binnentreden. een ander belangrijk profijt achter deze wereldse beproevingen is dat deze beproevingen enorme grote beloningen met zich meebrengen. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt hierover de mensen van Lavia, de, de mensen die het goed hadden, die niet werden beproefd met het slechte in dit werelds leven, zij wensen, Jomal op de dag des oordeels. En je Zij wensen op de dag des oordeels dat hun huiden. ...werden gesneden met een hele grote schaar, die men gebruikt bij het snijden van takken van bomen. Wanneer zullen zij dit wensen? Mimma min thawabi ahlil Op het moment dat zij zien dat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen... De moslims die hij heeft beproefd met het slechte in dit wereldse leven, enorme beloningen zal gaan geven. Op dat moment zullen de mensen van Lavia dit wensen. En hoe meer beproeving, hoe meer beloning. Mits jij op de juiste manier hiermee omgaat. En de Profeet alayhi wasallam, zegt hierover: In i'thamil jaza', ma'a i'thamil bela'. Hoe groter de beproeving en hoe meer, hoe groter de beloning op de dag des oordeels. Een ander belangrijk wijsheid of voordeel of profijt achter deze beproevingen. Is dat jij een hogere rang zal gaan krijgen in het paradijs. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zegt hierover. Inna -rajul la een persoon, een man. Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft voor hem voorgeschreven dat hij een bepaalde rang.

Met datgene wat hij verafschuwt. Even hey, proeven met het slechte. Hatta yuballighahu ijaha. Totdat deze persoon die rang zal verkrijgen. Die Allah subhanahu wa ta'ala voor hem heeft geschreven. In lawah al-mahfuz. Een ander belangrijk... Profeet achter deze beproevingen is dat deze beproevingen leiden naar het binnentreden van het paradijs. En de Profeet Sallallahu wa Wasallam heeft gezegd: bil Het paradijs is omringd met zaken, met dingen. Die wij verafschuwen. Hey, die moeilijk zijn voor onze zielen om te doen. Die veel inspanning vereisen. naar Maar het half uur is omringd met shahawait. Met lusten en begeerten, Met zaken die heel makkelijk zijn voor de ziel om te doen. En daarom, beste broeder en beste zuster, dien jij jezelf te bestrijden in de gehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala. En jij dient geduldig te zijn en sabber op te brengen op het moment dat jij wordt beproefd met het slechte. En dit is de beste vorm van al-jihad. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, أفضل الجهاد، the best form from الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهوا. the best form from الجهاد is dat jij jezelf bestrijdt en jij jouw lusten en begeerten bestrijdt. Dit is de beste vorm van for الجهاد. Dit waren een aantal belangrijke wijsheden achter de wereldse beproevingen. Er zijn een aantal zaken die voor ons deze beproevingen makkelijker maken. Deze zaken met de wil van Allah Subhanahu wa ta'ala zullen onze pijnen en ons verdriet verzachten. En natuurlijk de wijsheden die wij net hebben doorgenomen. Die hebben een groot aandeel hierin. Maar daarnaast. Wil ik graag met jullie stilstaan bij een aantal van deze zaken. Op het moment dat jij wordt beproefd met het slechte, dan dien jij 100% de overtuiging te hebben, zonder enige vorm van twijfel, dat dit. هذه المصادرة تؤثر على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا لك. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض

zal ons treffen. Behalve dat... wat Allah subhanahu wa ta'ala... voor ons heeft voorbeschikt. Hij is onze beschermer. En laat... de gelovigen... hun vertrouwen... in Allah subhanahu wa ta'ala... stellen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt... in een ander vers... Ma إلا بإذن الله لا يوجد مكان للمساعدة بحالة الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ ومن يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بالله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُؤْمِنُ ظل الله سبحانه وتعالى زين هارت Alqama, een van من التابعين zegt hierover هو الرجل تصيبه المصيبه that is een persoon wanneer hij wordt beproefd met het slechte مِنْ weet hij voor 100% Op het moment dat hij wordt beproefd met het slechte, dat dit behoort tot de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala. Fayyarda wa yusallim. Hij is dan tevreden en geeft zich 100% over aan de kader van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus beste broeder en beste zuster, op het moment dat jij wordt beproefd met het slechte. Dan dien jij te realiseren dat Allah subhanahu wa ta'ala dit voor jou heeft voorbeschikt. Je dient tevreden te zijn en je dient jezelf over te geven aan de kader van Allah subhanahu wa ta'ala. En alleen dan pas. Zal jij rust vinden in jouw hart, en ijk. En pas op dat jij zal zeggen als ik dit en dit had gedaan, dan zou er dit en dit zijn gebeurd. Want op het moment dat jij dit doet, dan open jij de deuren van de shaitaan, en dan ga jij in tegen de wil. فإن الله سبحانه وتعالى، and the prophet, صلى الله عليه وسلم، هيفت gezegd. احرص على ما ينفعك، Streef naar datgene wat goed voor je is، بالله، and Allah الله سبحانه وتعالى، om jou hierbij te helpen، ولا تعجز، and wees niet zwak، wees niet lauw.

En hij doet, en wat, als hij iets wil, dan doet hij dat, want dit woord als opent voor jou de deuren van een shaitaan. En wanneer jij dit woord gebruikt, zul jij geen rust vinden in jouw hart. En je zult alleen maar meer verdriet en bezorgdheid hiermee krijgen. Een andere belangrijk, belangrijke zaak die ons helpen bij het verzachten van de pijn en het verdriet, is dat jij je realiseert, beste broeder en beste zuster, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschapen. En Hij weet wat het beste voor jou is. En op het moment dat Hij jou heeft beproefd met het slechte, heeft hij hiervoor gekozen? Allah azza wa zegt hierover, ghalaq, Zou degene die geschapen heeft, die jou geschapen heeft, niet weten wat zijn schepselen doen en laten, wat het beste voor hun is. En hij is de meest zachtaardige en de alwetende. Degene die de schepping heeft geschapen en deze heeft geperfectioneerd, die weet wat het beste is voor de schepping. Allah Azzawajal is al-Hakim. Hij is de Alwijze en hij legt alles op de juiste plek. Want hoeveel mensen hun situaties. Die worden niet beter. Ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. Pas op het moment dat Hij hun beproeft. Met slechte dingen, met slechte zaken. En anderen weer niet. Dus de ene beproeft Hij met het slechte. En de ander, die beproeft Hij met het goede. En Mohammed ibn Ali, een van de tabi'een. Die zegt hierover? Rahimahullahu azzawajal. Ned'uullaha fi manuhib. Hey, wij roepen Allah subhanahu wa ta'ala aan. En we vragen hem om ons dat te geven wat wij willen. Waar wij van houden. ma En op het moment dat hij ons datgene geeft wat wij verafschuwen. ...hé, hey, beproevingen met het slechte... ...lem nukhalifillah... ...dan gaan wij niet in tegen de wil... ...van Allah subhanahu wa ta'ala... ...fima ahab... ...in datgene... ...wat hij... ...voor ons... ...heeft... ...uitgevoerd... ...en in datgene... ...waar hij... ...van houdt... ...en Saad ibn Abi Waqas... ...een van de metgezellen... Van de profeet radiallahu anhu, toen hij Mekka bezocht en hij was blind, anhu, an, kwamen heel veel mensen uit alle hoeken naar hem toe. Waarom? Omdat zijn smeekbedes werden verhoord. Ieder persoon wilde van hem dat hij een smeekbede zou verrichten, zou verrichten richting Allah subhanahu wa taala voor hem. En er was een jonge man op dat moment, Abdullah Ibn Saib radiyallahu an, die op dat moment kennis maakt met deze metgezel. En hij vroeg aan hem.

en dien jij te houden en tevreden te zijn met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala voor jou heeft bepaald en voorbeschikt. En het kan zo zijn dat jij denkt dat iets slechts voor jou is, maar in feite is het iets goeds. wa huwa En het kan zijn dat jullie iets verafschuwen

Ala ohib. Of ik nu wakker word met datgene waar ik van hou. Ala akra. Of dat ik wakker word met datgene wat ik verafschuw. Lienni la adri. Waarom? Omdat ik niet weet. Dit zijn de woorden van Omar Ibn Khattab radiyallahu anhu. Lienni la adri. El khayr fi ma uhib of fi ma akra, want ik weet niet waar el khayr, waar het goede ligt, in datgene waar ik van hou of in datgene wat ik verafschuw. En al Hasan al Basri, R.A. zegt hierover: Verafschuw niet de rampen die jullie treffen.

Dat jij het paradijs zal binnentreden. Walla fi emerin. En het kan zo zijn dat een zaak die jij prefereert. Een goede zaak dus. Dat dit een aanleiding kan zijn voor jouw vernietiging in het hiernamaals Een ander belangrijke zaak die ons helpt bij het verzachten van het verdriet en pijn bij de slechte beproevingen is dat wij gaan denken aan de dood en dat wij ons moeten gaan realiseren dat wij op een gegeven moment de overstap zullen gaan maken naar het hiernamaals en de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ons bevolen om vaak te denken aan de dood. Ik zie roe min die dat. Denk veelvuldig aan de vernietiger van de genietingen en de dood. Elke dienaar die zal gaan denken aan de dood. Hoe veel en hij bevindt zich in een moeilijke situatie illa op het moment dat hij zal gaan denken aan de dood zal dit een aanleiding zijn dat zijn situatie makkelijker vorm gaat worden wala ja. dakarahu 'abd wa huwa fi en op het moment dat een dienaar aan de dood zal denken en hij bevindt zich in goede tijden op dat moment zal het voor hem moeilijker gaan worden. Dus, beste broeder en beste zuster, wanneer jij wordt beproefd, denk dan veelvuldig aan de dood. Dit zal. Jouw verdriet en jouw pijn enorm verminderen. Het zal op dat moment niet eens uitmaken voor jou, of jij je in goede tijden of slechte tijden bevindt. Het enige wat jij op dat, op dat moment ziet en voor ogen hebt en op het moment dat jij denkt aan de dood, is of Allah subhanahu wa ta'ala tevreden. Over jou is op het moment dat jij hem zal treffen. Een andere belangrijke zaak die ons verdriet kan verlichten, is dat wij de ontelbare gunsten, dat we stilstaan bij de ontelbare gunsten die Allah subhanahu wa taala aan ons heeft gegeven. En wanneer Hij iets van jou neemt, hoeveel? Heeft hij voor jou achtergelaten? En op het moment dat hij jou beproeft, hoe vaak heeft hij jou beschermd? En er was een man in de tijd van de zelf die langs een van de zelf liep.

...die geen benen en geen armen heeft. Alle lof aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...die mij heeft beschermd... ...voor datgene waarmee, waarmee hij... ...velen van de mensen heeft beproefd. En die persoon die langs hem liep... ...die stond daar versteld van. En hij liep naar hem toe... ...en hij zei tegen hem... Wat is datgene waarvoor Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft beschermd? Je hebt geen armen en je hebt geen benen. Hij heeft jou, jou beproefd met een grote beproeving. Toen zei deze vrome man, Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij beschermd voor een shirk. Wa an'ama heeft mij beschermd وقد أهيف ما التوحيد والإيمان ألا تستحق تلك النعمة أن أسجد لله شكرًا؟ إذ ليس نيت كنough. ألين ديت إذ ديت سبحانه وتعالى. die deze vraag had gesteld. Natuurlijk niets meer zeggen. Dus wees, beste broeder, en beste zuster, wees niet die persoon die zich alleen de rampen herinnert en de gunsten vergeet die Allah subhanahu wa ta'ala aan jou heeft gegeven. En ieder van ons kent waarschijnlijk het verhaal van Urwa ibn Zubair, een van de Tabi'in. Hoe zijn geduld was, zijn sabber, hoe hij stil stond bij de vele gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala op het moment dat hij werd beproefd met twee grote beproevingen. Hij werd beproefd met een grote ziekte in zijn been en de dokter die zei tegen hem, dit been moet eraf. En op hetzelfde moment kreeg hij te horen dat zijn zoon was overleden. Maar hoe reageerde hij? Hoe reageerde hij op dat moment, op het moment dat hij werd beproefd, werd beproefd met deze twee grote beproevingen? Twee grote rampen op één moment. عرخت الزيخت الله سبحانه وتعالى أنا عزاي اللهم كان لي بنون سبعة أو الله سبحانه وتعالى إكهت زيفة زونة فأخذت واحدا أي هبت رأين وَأَبْقَيْتَ أفخنوم خنومة وأبقيت لي ستة أي هبت رسس اخطر خلاط وكان لي اطراف اربعه اني يعني كانت فير لي خمس ديلا فاخذت واحدا اي هبتر اين فان ماي غنومه وابقيت لي ثلاثه اي هبتر دري اخطر خلاط ولا ان اخذت لقد ابقيت افنير يا اتس نيمت لات جاي او اخطر ولا ان ابتليت فقد عافيت ان فنيريا ببروفت Bescherm jij ook. Dit is het topniveau. Het hoogste niveau. Wat jij kan bereiken op het moment dat jij wordt beproefd. Met zulke grote beproevingen. Want wat heeft hem doen lijden om deze woorden uit te, uit te spreken? Hij heeft stilgestaan bij de enorme en vele gunsten. Die Allah Subhanahu wa Ta'ala hem heeft geschonken. Een andere belangrijke zaak. die jou zal helpen bij het verlichten van jouw pijn en jouw verdriet. is dat jij jezelf. dient te beschuldigen. op het moment dat jij wordt beproefd met het slechte. En dat je weet dat dit het gevolg kan zijn. van jouw zonden. Allah Subhanahu wa Taala zegt hierover: En min En Wat jou aan het slechts overkomt, is afkomstig van jezelf. En de ulama zeggen over deze vers: min Hij is afkomst, afkomstig van jouw zonden." En daarom zeggen de geleerden beste mensen: op het moment dat jij wordt beproefd met het slechte, dat jij twee zaken dient te doen. Het eerste, je dient husn al dan te hebben over Allah Subhanahu wa Taala. Je dient het goede te denken over Allah Subhanahu wa Taala. En het tweede, soe al dan over jezelf. Je dient slecht te denken over jezelf. Su'udhan over Allah subhanahu wa ta'ala. Dat je, dat je denkt. en dat je ervan overtuigd bent. dat Allah subhanahu wa ta'ala. jou heeft beproefd. op basis van grote wijsheden. dat Hij het goede voor jou voor heeft. en jij dient slecht te denken. over jezelf. Dat je gaat stilstaan bij je zonden. Dat je gaat denken. dat deze beproeving een gevolg kan zijn. Van jouw zonden. Maar pas op, beste broeder en beste, zo, beste zuster: dat jij dit gaat toepassen op andere mensen. Want sommige broeders en zusters die maken de fout dat wanneer zij iemand zien die beproefd is met het slechte, dat zij naar hem toe gaan en tegen hem zeggen: dit komt door jouw zonden. Nee, dit is een fout. Nee, het kan een reden zijn zijn maar Allah subhanahu wa ta'ala kan hem ook beproeven om zijn rang te verhogen in het paradijs en omdat jij de plicht hebt om altijd goed te denken over jouw broeders en zusters mag jij dit niet doen jij dient hem te troosten en gerust te stellen een ander belangrijke Zaak die ons verdriet kan verlichten is dat jij je realiseert dat Allah subhanahu wa ta'ala wanneer hij iemand beproeft dat hij het goede voor hem of dat hij het goede voor hem voor heeft en dat hij van hem houdt de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt hierover men yuridillahu bihi khairan degene voor wie Allah subhanahu wa ta'ala het goede heeft Allah subhanahu wa ta'ala zal hem beproeven. En zoals jullie weten... Het gaat er niet om... Dat wij houden van Allah. subhanahu wa ta'ala. Maar het belangrijkste is dat Allah subhanahu wa ta'ala van ons houdt. En hij houdt van degenen die worden beproefd, maar... Als zij hiermee op de juiste islamitische manier mee omgaan. En Allah subhanahu wa ta'ala, of de profeet alayhi salatu wasalam, heeft gezegd in een overlevering: bi abdihi khayran, als Allah subhanahu wa ta'ala het goede voor heeft voor de mens, voor zijn dienaar, al dunya, zal hij zijn straf bespoedigen in dit wereldse leven.

Als deze rampen er niet waren, deze beproevingen met het slechte, dan zouden wij op de dag des oordeels komen zonder hessenheid. Want deze beproevingen, die wissen onze zonden uit en die geven ons meer en grote beloningen. En Ibn Uthaymiyah, een van de grote geleerden, die zegt hierover datgene wat een mens treft. In Als dit hem blij maakt. Dan is dit een duidelijke ni'ma. Van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in En wanneer hij wordt getroffen door iets. Wat hem verdrietig maakt. Luister wat hij dan zegt. Dan is dit ook een gunst. Min jihah.

En bekeken vanuit de andere kant, dat dit een nijme is, is dat jij op, op het moment dat jij wordt beproefd met het slechte, dat er grote wijsheden en de barmhartigheid verscholen zit hierachter waar de mens, of waar de mens geen kennis over heeft. Maar dit wil niet zeggen, beste mensen, dat jij, Allah subhanahu wa ta'ala, Dient te vragen om jou te beproeven met het slechte. Nee, jij dient altijd het goede te vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft geleerd: Is'alullah al-afu wal-afiyah. Vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala dat Hij jou beschermt voor deze beproevingen. Want je weet niet hoe jij hiermee zal omgaan. Ook wat ons zal helpen is dat wij ons herinneren of dat wij gaan stilstaan op het moment dat wij worden beproefd, dat jij wordt beproefd met het slechte. Dat jij je dient te realiseren dat er mensen, dat er andere moslims op de wereld zijn die nog zwaarder worden beproefd. Wanneer jij wordt beproefd, bijvoorbeeld in jouw lichaam. Weet dat er andere mensen, andere moslims op de wereld harder zijn beproefd in hun lichamen. En als laatst, als laatst helpt het ook om stil te staan bij het feit dat al deze rampen, al deze beproevingen. ook al is de persoon in kwestie? Heeft hij de grootste beproevingen gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala? Hij zal de deze allemaal vergeten. op het moment dat hij gedompeld wordt in het paradijs. Eén dompeling zal al deze beproevingen en al deze Rampen en ellende doen vergeten. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ons hierover bericht. En hij heeft gezegd: Door dag des oordeels zal er iemand komen die het meest beproefd is in het wereldsleven. En hij behoort.

En dan zal hij zeggen: La Wallah. Hij zal zweren bij Allah subhanahu wa ta'ala dat dit niet het geval is. Dit is in het kort een aantal van deze zaken die ons uh, zullen helpen. Bij het verlichten van de pijn en het verdriet op het moment dat wij worden getroffen met rampen of door middel van rampen. Mogen Allah ons meer profijtvolle kennis schenken in dit werelds leven. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallamat asliman kathira.